Heel goedemorgen allemaal, van harte welkom bij deze Markets Update van BNP Paribas. Licht hogere koers in de VS nu, zoals te verwachten was, de terugtrekking van Rusland rond Kiev een illusie is. De olieprijs daalde aanvankelijk, maar blijft nu toch hangen rond de 103. Joe Biden overweegt meer voorraden vrij te geven uit de strategische reserves. De macrocijfers blijven ondertussen goed, als ziet men de huizenmarkt last krijgen van de oplopende rente. Lululemon trok bij de bedrijven 10% aan naar de cijfers. Biontech gaat na nette resultaten van 1,5 miljard dollar aandelen inkopen. En ook China ondervindt de tegenslag van oplopende prijzen en zag zowel de diensten als industrie sector krimpen. Voor beide kwam het inkoopmanagersindexcijfer onder de 50 door. In Japan liet de industrie nog wel een groei zien, maar niet al te groot. De Nikkei en de Chinese Indische schaven wat terreinprijs, de kospi index sloot licht hoger. En de futures in Amsterdam duiden vanmorgen op een iets lagere opening. OCI sluit zich aan bij een alliantie van Equinor, RWE, Shell en Eneco voor de productie van groene waterstof. Hiermee kan OCI de eigen productieprocessen van onder andere ammoniak verduurzamen. En Shell en de elektrische taxidienst Bolt gaan samenwerken. De voertuigen kunnen tegen een laag tarief bij Shell laadpunten terecht. En in Post zag over Q4 de omzet verdubbelen, maar wel dankzij een overname. Op autonome, ba autonome basis was de plus 24 procent. Het bedrijf blijft overigens uitbreiden, maar wel voornamelijk in Polen zelf. Door de oplopende kosten verwacht men een iets mindere marge voor 2022. En Randstad gaat vandaag 2,19 euro ex dividend Op de agenda vandaag werkloosheidscijfers uit Duitsland en Eurozone. Steunaanvragen, Inkoopmanagers, Index, Chicago uit de VS. En we hebben nog de OPEC Plus meeting. Bij de analisten zet Chris Suisse Unilever op kopen koersdoel 54. JP Morgan zet Shell op kopen met een koersdoel van 31,75. En RBC zet ING op houden met een koersdoel van 10,50 euro. Morgen is er weer een markets update van BNP Paribas.